Hoi, leuk dat je kijkt naar deze aflevering van Pluk Je Geluk. Alweer de laatste van het seizoen. En in deze aflevering laat ik je zien wat er nog te beleven is in de tuin, want er is nog veel om van te genieten. En Tanja, die maakt een huisje voor egels. Hoe gaat het bij jou in de tuin, nu je waarschijnlijk ziet dat je eenjarigen langzaam beginnen in te storten? Want het is toch echt wel het einde van het seizoen. En de koude nachten zorgen ervoor dat het tempo heel erg laag ligt. Dus er worden niet echt meer nieuwe knoppen aangemaakt. En de bestaande knoppen komen soms wel, soms niet open. We moeten binnenkort afscheid nemen van onze bloemen. Want zodra de nachtvorst begint, is het voorbij. Wanneer die komt, dat is altijd een beetje de vraag. Het is de verrassing. Dus we genieten er nog maar van zolang het duurt. In de winter heb ik natuurlijk weinig om te plukken in de tuin. Maar wat ik wel heb, zijn bloemen om te drogen, zodat je die in de winter kunt gebruiken. Daar kun je nu al mee beginnen. Mooie bloemen om te drogen zijn bijvoorbeeld staties of deze siergrassen of zelfs varens kun je drogen. Maar ook deze, dit is amarant. En je moet bloemen vrij jong knippen als je ze wilt drogen, want ze rijpen nog eventjes door. Wat je doet is dat je ze bij elkaar bindt in een klein bosje en die hang je zo op zijn kop op een droge, donkere plek, zoals een schuur of een zolder. Het kost een paar weken om ze te drogen, maar daarna kun je ze gebruiken in bijvoorbeeld droogboeketten, maar ook in droogkransen. Ik ga vandaag een egelhuisje maken. Egels hebben het namelijk best moeilijk, dus ze kunnen onze hulp goed gebruiken. Wat heb je nou nodig? Hout en schroeven. Het is wel belangrijk dat je onbehandeld hout gebruikt, want anders kunnen er namelijk gifstoffen in zitten voor de egels. Ik ben begonnen met de bodem en aan de onderkant heb ik twee lasjes bevestigd. En dat is wel zo fijn, want zoals je ziet liggen deze planken dan niet gelijk op de grond. En dan kan er ook niet gelijk al het water intrekken, als het veel regent bijvoorbeeld. Ik ga nu verder met de zijkanten en met de achterkant. Ik heb al wat voorwerk gedaan. Ik pak het er even bij. En eigenlijk is het heel simpel. Ik heb drie plankjes een stukje uit elkaar gelegd. En twee plankjes daarbovenop en vastgeschroefd. Dan krijg je dus dit idee. En die komen dan aan de zijkant. En dan heb ik ook nog het achterste gedeelte. En die heb ik gewoon hetzelfde gedaan zoals je ziet als de zijkant. Alleen de bovenkant heb ik schuin gezaagd. Dat je het huisjes idee krijgt. En hier kan dan straks mooi het dak op rusten. Wil je nou even precies weten hoe ik dit gedaan heb? Kijk dan op de blog van Karijn. En ook nu is weer belangrijk. Eerst even voorboren. Ik ga nu verder met de voorkant en in principe is dat precies hetzelfde als de achterkant, maar iets heel belangrijks. Dit is de middelste plank en de egels moeten natuurlijk naar binnen kunnen. Dus hier ga ik zo een opening zagen met de decoupeerzaag. Ongeveer 15 bij 15. En dan weet je zeker dat ze er doorheen passen. Zo, de voorkant staat nu ook in elkaar en je ziet het open stukje zit in het midden en weer twee plankjes erop, net als wat ik met de achterkant heb gedaan. Kan ik deze ook vastschroeven? Het frame staat nu, de voorkant zit er ook op. Ga ik verder met bijna het laatste gedeelte en dat is het dak. Weer precies hetzelfde principe, drie plankjes, twee plankjes erop. Wil je nou alle afmetingen vinden, kijk dan even op de blog van Karwei. Zo. Ga ik hem weer vastschroeven. Het dak zit nu vast. En dan nu nog een laatste dingetje voor het dak. Je ziet hier twee openingetjes zitten. En dat kun je opvullen met bijvoorbeeld stukjes hout. Zodat het niet zo naar binnen regent. Maar je kunt ook doen zoals ik. Ik had nog een stukje lood liggen. Die heb ik zo in vormpjes gemaakt. En dan doe ik dat zo over de bovenkant heen. En dan regent het hier in ieder geval niet naar binnen. Dan ga ik tot slot hier nog een kleine ingang maken. En dat ziet er niet alleen leuk uit. Maar ik heb ook een nieuwsgierig hond rondlopen en als ik hier niets voor zou doen, dan kan hij zo met een snuitje naar binnen. En ze willen natuurlijk liever niet gestoord worden. Dus, deze ga ik vastboren. Het dakje erop. En dan zijn ze goed beschermd. Kijk nou hoe leuk dit is geworden. Leuk hè, voor de egeltjes. Heel tof. Het is wel echt een mansion. Ja, dat zeker doe. Luxe, ja. Jan, ik had er inderdaad al wel wat over gelezen, maar waarom is dat nou zo belangrijk, zo'n egelhuisje in je tuin? Nou, egels die eten bijvoorbeeld heel veel slakken op. Die kunnen er wel 40 in de nacht opeten. Dus als je last hebt van slakken in de tuin, dan moet je zorgen dat egels het er fijn hebben. Ja.
En zo'n huisje zorgt ervoor dat ze zich kunnen verschuilen. En dan komen ze dus vaker in je tuin. Dus dan ben je eigenlijk een beetje van je slakkenprobleem af. En als je er nou voor zorgt dat zo'n huisje in de buurt staat van een schutting waar de egel of doorheen kan. Ja. Of je maakt een soort poortje in de schutting. Ja. Dan kunnen ze dus van tuin naar tuin. En dan niet meer over de weg. Ja, precies. Want dat was natuurlijk ook het probleem dat ze inderdaad vaak aangereden worden. Precies. Dus nu kunnen ze hier mooi logeren. En ze kunnen ook wel een nestje gaan maken, toch? Volgens mij. Precies. Ja. Kan een heel gezin in. In de herfst hebben we best wel wat snoeiwerk in de tuin te doen. En in de vorige aflevering had ik het al eventjes over welke planten je kunt laten staan en welke je kunt afknippen. Want de insecten en de vogels maken daar ook weer gebruik van. Maar mocht je nou snoeiafval hebben, dan hoeft dat niet meteen die kliko in. Zo kun je bijvoorbeeld takken van wilgen kun je gebruiken om een tipi van te bouwen in het voorjaar, waar planten weer langs kunnen klimmen. Of je maakt er een insectenhotel van door het op te stapelen. En bladafval, dat hoef je ook niet weg te doen. Ik vul er mijn borders mee, zodat de grond een beetje bedekt is. En daartussen schuilen weer allemaal insecten. Maar je kunt het ook in een egelhuisje leggen, zodat egels daar weer hun nestjes mee kunnen bouwen. De scharen en de tools die we in de tuin gebruiken, die kunnen nu rustig aan de schuur in. Maar voordat we dat doen, gaan we ze goed schoonmaken. Als er roest op je schaar zit, is het handig om hem misschien nog een nachtje in azijn en citroensap te laten weken. Dan gaat dat voor een groot deel er al vanaf. Daarna moet je nog goed controleren of er misschien nog zand tussen zit. Dat moet eerst eventjes weg, dus dat kun je wegborstelen. Een beetje lauwwarm water, een drupje sop erin. En gewoon even goed boenen. Als hij helemaal schoon is, dan droog je hem goed af. Want vocht zorgt natuurlijk voor roest en dat wil je niet hebben op je gereedschap. Als je nog beschadigingen op het mes ziet, dan kan je hem ook nog even slijpen. En daarna weer goed afwassen en drogen. En dan eventueel nog even insmeren met een beetje olie. Maar dan is hij klaar voor een volgend seizoen. In de herfst en in de winter is het 's avonds sneller donker. Maar het is natuurlijk ook fijn om ook 's avonds nog te genieten van je tuin. Zelfs als het donker is. En een manier om langer te genieten van je tuin is door de juiste verlichting op de juiste plekken neer te zetten of op te hangen. Een vaste regel die wij gebruiken als we tuinen ontwerpen is dat je altijd het einde van je tuin moet kunnen zien. Zo kun je je beter oriënteren in het donker. Dat betekent dat we in ieder geval achter in de tuin, tegen de schutting of op een paal, een lamp plaatsen. Verder is een sensorlamp bij de poort of bij de schuur natuurlijk handig als je daar voorbij komt lopen met je fiets. En een prikkabel boven een loungehoek of een zitplek is ook altijd heel erg knus. En dat hoeven niet per se lampen te zijn met een elektrapunt, want er zijn ook hartstikke mooie lampen die op solarenergie kunnen draaien. Dus dat is ook een hele goede om te onthouden. Denk ook aan tijdschakelaars, want dieren bewegen zich met fel licht 's nachts veel minder prettig. Dus als je een schakelaar erop zet die bijvoorbeeld om 10 uur 's avonds uitgaat, zul je zien dat egels, maar ook muizen en vogels zich veel prettiger in je tuin bewegen. En het bespaart natuurlijk ook energie. Zo, Juus. Dat was hem alweer. Inderdaad. Einde van het seizoen. Ja, einde van het seizoen. En wat hebben we veel gedaan. En veel geleerd. Inderdaad. Oh, en ik heb dat zadenkistje uit de vorige aflevering heb ik nu ook gemaakt. Echt? Zo? Ja. Nou, heb ik in ieder geval iets goed gedaan. Inderdaad. En jouw tuin ziet er ook niet meer uit zoals in het begin. Nee, ik ben geen beginneling meer. Inmiddels groene vingers. Heel goed. Dus zin in volgende zomer? Ontzettend. Heel goed. Op naar nog veel meer groen in de tuin. Daar proosten we op. Ja.